Hele goede middag. Ja. Mijn hondje is blij zo te zien. Ja. Hé? Ja, nogmaals, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag zaterdag, de 14e. Ja, na 13 komt altijd 14, hè? En het is 9 minuten over 1. Ja, dat geeft de pc aan. En ik wacht op de pc. Want hij deed het net niet. Ja, nou doet hij het wel. Mooi. Zo, kan hij verder gaan, zijn gang gaan. Ik moest hem opnieuw opstarten in ene. Ja, kan gebeuren. Ik ben even met een bakje koffie bezig. Maar ik wil jullie eerst allemaal een hartelijk welkom heten bij weer een nieuwe vlog. En wel vlog 161 alweer. Ja, dan zullen jullie wel denken, maar ja, we zitten nog ergens in de 50 te kijken. Ja, oké, kloppen. Ik werk vooruit, hè. Ja, dus hier zit ik met Poezebeesje. Hé, ons verkouden kikkertje die verkouden blijft. En hier hebben we ons mannetje. Hé, kereltje. En ons prinsesje, nou, die liep... Oh, die zie ik al. Weer onder de tafel zelf. Het zal niet zo. Terwetje. Oeh, mogen ze niet bij elkaar. En dat is jouw eetjes nog, hè. Dat is nog een beetje over, hè. Ja. Dat, ja, lieve vrienden, dat, ik weet niet of ik vandaag wegga. Het is triest. En als ik al wegga, dan is het, ja... Ik moet eventjes voor mezelf naar de Vibra toe, maar ik heb er helemaal geen zin in. Ik moet eerst een kwartje zin kopen. Maar ja, we zien wel wat we doen. Ik ga eerst in ieder geval genieten van een bakje koffie. En even wat andere dingetjes doen. Want ik wil vanavond broccoli eten, dus broccoli moet even gekookt worden. En dus ja, dat stukje vlees erbij. Ik heb wat voor vlees, vraag het me niet. Want 25 maart kwamen er twee hier uit Den Haag. En die hadden lekker vlees bij me voor mij. Ja, nou. En er zitten verrassingspakketjes tussen. Er staat niet op de verpakking wat het is. Dus we wachten het af. Ja hoor, het is al ontdooid. En ik dacht dat het iets van kipfilet was. Maar dat merken we dan wel weer. Vanavond als ik het ga braden, ja, mijn dingetje is niet dicht van de camera. Waar het snoer even in heb gezeten om hem op te laden. Ja, nou wel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allen een hele fijne, liefdevolle zaterdag. Geniet van elkaar, geniet van de dingen dat je doen gaat. En we spreken elkaar later wel weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben toch maar thuis gebleven. Ik had geen zin om weg. Ik had deze spiegel. Deze roos langs de rand. Hij kwam al afgetrokken. Want er zaten ook van andere kraaltjes. Zat er een naam op. De naam Leni. Want dit wordt dus die trouwe spiegel. Maar die kralen waren mij toch nog te groot. Dus ik heb het er allemaal afgetrokken. Ik heb hem in het water gehad, heet water, met de glassex, om de lijm af te weken. En nou is er nog een klein beetje restjes slijm, dat is een heel dun laagje. Heb ik weer ingespoten, dat laat ik nou mooi trekken zo. En dan hoop dat dat loslaat. Ja, die hoeft niet los, die hoeft niet los. Het ging om de kralenbol, maar ja, die ter bescherming heb ik gewoon afgetrokken. Die lijm ik wel weer opnieuw vast. Dus ja, dat komt wel goed. Dus. Maar ja, ik ben me thuis gebleven, want ik had geen zin. Ik zit op televisie te kijken naar een film op een Nederlander 3. En dus ja, en we... De dieren allemaal zijn? Ik weet het niet eens. Daar ligt mijn hondje. Hé? Ja.
Maar waar de poezenbeesten zijn, dat weet ik dus ook niet. Niet hier op de vensterbank. Ja, ik zie wel wat liggen. Ah, dat is die zwart-witte, die ligt daar. En dus ja. Oh, en daar ligt die rode. Daar ligt onze rode knaap. Hé, kereltje? Nou, en mijn prinsesje, nou ja, die zie ik ook niet onder de tafel, dus ik denk dat die boven is. Ja, en wat was ik vergeten met mijn domme hoofd? Mijn mouw omhoog te trekken van mijn vest. Dat ik mijn vest hier nou op een propje leg met de mouw op de kachel om die te laten drogen. Want zo warm is het niet. Even. Dan droogt hij tenminste zomaar. Dus. Maar dat komt goed. Ja hoor. Dat dacht ik wel. Het is nou daarop wachten. Dat weer helemaal schoon kan gemaakt worden. Maar dat komt vast en zeker wel goed. En dan gaan we hem opnieuw opbouwen. En dan heb ik toch wat anders voor de letters. Dus ik zeg, ik ga weer lekker televisie kijken. Een bakje koffie erbij, koekje erbij. Even lekker genieten. En ja, komt allemaal wel weer goed. Ik ben een beetje down. Kom door het weer, want het is raar, vreemd weer. Het is grijs, het is triest, het is zo schijnt de zon. En zo is het weer raar. En waarom niet alleen de zon? We hebben nou alles van alles wat, denk ik. Nou, wie kan er tegen? Daar word je toch chagrijnig van. Het is goed chagrijnig weer om lekker in je bed te blijven. Ja. Maar doen we niet. Ik ga gewoon beetje bij beetje met die spiegel aan de gang. Ik zal ook degene eventjes het door gaan geven dat ik weer opnieuw ben begonnen. Ik kan het toch rustig aan doen hoor, daar niet van. Maar het komt wel goed. Zeg lieve vrienden, geniet ook nog jullie van je verdere dag. Het is, laten we even, 14 uur 51, dus stop tegen 3 uur aan. En geniet van elkaar. Ik zou zeggen, tot later. Ja, en een hele goede avond, lieve vrienden. Mijn hondje ligt daar prins heerlijk te wachten tot het iets naar beneden valt vanaf de eettafel. Zelf wil hij niet eens het eten. Maar hij zit wel te wachten op dat. En ook dat wil hij niet, want hij lust dat niet eens. Nee, patat. Dus ja, ik heb er een wijntje bij, een bakje koffie erbij. Ik zit weer lekker te eten. En dit zijn maar over de hele dag 3 filmpjes. Ik heb niet veel gedaan vandaag. Ja, ik ben nog met die spiegel bezig. Die begint aardig op te knappen. Al zeg ik het zelf. Dat is een shop wat jullie zien. Dus ja, het komt wel goed. Ik ben bezig met de restjeslijm. En dan zal ik van de week weer opnieuw gaan beginnen. En dan hoop ik dat het wel wil. Ja. Ik moet sowieso eerst die roosjes proberen eromheen te plakken. Maar ja, de lijm die erop zat, dat is dus losgelaten. Dus ik moet er eerst ook lijm erop doen en dan erop plakken. Ja, zo gaat het, hè. Maar dat komt wel goed. Zeker weten. Ik heb daar alle vertrouwen in dat ook weer goed komt. Maar ja, allereerste spiegels, die zijn dus mislukt. Tenminste, mislukt wil ik eten, drie ook niet zeggen. Maar secondenlijm, nou, ze zeggen dat het zo goed moet zijn. Nou, echt dus niet. Niks is goed. Geen ene enkele soort lijm is dat het echt vast blijft houden. Want een spiegel moet je ook schoon kunnen maken. Er is geen enkele lijm tegenop gewassen. Dus ja, ik zou zeggen, ik hoop dan voor jou, als jij een spiegel koopt van mij, koop dan even een lijmsoort wat doorzichtig is. Dus niet de gele lijm van Bisonkit of wat dan ook. Nee, het moet doorzichtig zijn. Haal daar de beste lijm ervan op die er is. En als er iets loslaat, maak dat weer even vast. En treur er niet om. Nee, want dan kan ik ook treuren als ik iets fout doe. Of met die spiegel. Nou ja, het zinde me toch niet zoals het erop zat. Het was te groot, nou dan ga je het eraf halen. Ja, simpel.
Nou ja, dan heb je wel weer even werk te doen, maar dat doet er niet toe. Je krijgt er misschien iets moois voor terug. Ja, ik ga die even zien. Die kraaltjes had ik erop en dan had ik de naam Leni. Nou ja, ik vond het toch nog te groot. Dus het moet nog kleiner worden. Ja, het moet nog kleiner worden. Maar hoe we dat gaan oplossen, ik weet het nog niet. Het zijn misschien wel met plakletten zoals ze zelf al zei van het mag. Ik weet het nog niet. Zolang ik die rozenkrans er maar weer omheen heb, vind ik het tot zover weer goed. Zeggen, hele fijne gezellige avond. En tot straks maar weer. Doei doei. Ja, kijk eens hoe lief ze met z'n tweetjes daar liggen. Ja, we gaan weer afscheid nemen van onze vrienden op internet. Ja, dat gaan wij doen. Ja, we gaan voor vandaag weer deze vlog ten einde brengen, lieve vrienden. Want het is weer mooi geweest. Het loopt tegen 12:30 en het is dus alweer eigenlijk zondag. En ik wil eigenlijk als het een beetje goed gaat, mee zit morgen naar de kerk. Ja, ik neem mezelf nou niet in beeld, want het licht brandt. Ja, dan word ik kippig. Dus dat doen we me niet. Ik blijf wel op mijn handje gezoomd staan. Ken ook. Ja hoor, die draait de kop al om, die denkt ook of een bekijkend mens. Hè, toch niet? Ja toch, ik ben er lief voor. Dat, ja, het is alweer een nieuwe dag, dus die beginnen we weer met een vrolijke lach. Ja, en dan proberen we naar de kerk toe te gaan. En de kerk vandaag gaan we gewoon weer verder. Waar we zijn gebleven vandaag. En ja, ik heb vandaag geen vlog in elkaar gezet. Want zoveel heb ik dat nog niet van dat kan. Nee, ik doe 2 dagen achter elkaar. En morgen neem ik jullie niet mee, want dan is het dezelfde rit weer. Dat is ook niet leuk. Dat als het morgen een beetje knap weer is, ga ik morgenmiddag eventjes wat anders doen. Maar dan moet ik me wel goed voelen en knap weer wezen. Ja, vooral ook het laatste. Je moet niet de regen of wat dan ook. Maar ja, je woont in een kikkerlandje, dan weet je het wel. Dus lieve vrienden, wel rustig, slaap lekker met een mooie dromen. En Gods zegen en degene die ook naar de kerk gaan, een mooie kerkdienst toegewenst. Dat toeliedokies, dat aan de andere kant van de nacht. Ja, lieve vrienden, het is zondag, het is al laat. Het is, hoe laat is het? 3 minuten over 3. Maar ik kan helemaal totaal niks op internet beginnen. Nee, ik heb op mijn pc geen internet. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien. Maar in ieder geval, op mijn telefoon wel. Ik heb ook gelukkig telefonie. Dan heb ik ook wel. Ik heb Ziggo al gebeld. Die zegt of de kabel of een of andere kaart. Hebben we het wel benoemd, maar ik weet het al niet eens meer. Dat ging allemaal zo snel. Dat, ja, ik ben wat dat gaat kwaad, treurig, noem je dat. Maar ja, ik ben altijd met internet bezig. Mijn groepen, ik kan nou niet naar Facebook, ik kan niet naar jullie toe, kan niks beginnen. Ja, ik kan een vlog in elkaar zetten, maar dat is alles. En dan kan ik hem nog niet naar YouTube brengen. Nee, helaas. Dat, in ieder geval wens ik jullie wel weer welkom bij deze dag. Het is zondag de 15e. Ja, helaas kan ik niks doen. Ik had eigenlijk weggewild, maar dat is nou weer te laat voor. Ik ga nou ook niet weg meer. Nee, ik ben boos op dat internet gebeuren. Maar ja, mijn hondje wil eruit. Hé, Woefie. Doe maar, man. Ja, die wil even lekker buiten zijn. Het is wel aardig weer, enkel de lucht is scherp, het is ook bewolkt. En daar zit poesjebeestje. En mijn klok, die moet ik zo meteen weer omhoog trekken, de gewichten ervan.
En waar mijn andere prinses is, weet ik niet. Maar ja, het zal wel goed wezen. Het zal wel bovenhuizen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, nogmaals welkom bij deze vlog. En ik merk wel weer wanneer het internetgebeuren weer er is. Ja, ik heb ook al gebeld naar iemand anders die er verstand van heeft. Die moet dan komen, want ja, dan is het of het een of het ander en dat kost weggehaald. Ja, ik heb ook geprobeerd Karin en Roderick te bellen, maar ja, die foute boel die zijn er niet. Ik denk dat die ook op de vlog zijn of foto's aan het schieten zijn, ik weet het niet. Maar die zijn er hard op. Dus, maar dat komt wel weer goed. Ze zeggen van mijn kant en vanaf de beestenboel een hele fijne middag gewenst. En tot later. Ja, lieve vrienden. En het is weer zondagavond. En ja, mijn lieve tallige vriendin, ik kreeg je zeker mijn zusje, is hier ook weer. Hallo. En die zit aan de telefoon. Met, ja, niemand anders dan natuurlijk Karin, mijn dochter. En dan? En ja, we hebben weer internet. Dat ik ben er weer helemaal blij en gelukkig mee. Ja, dankzij mijn meisje en een beetje van Roderick en een beetje van Karin. Hè, lieve schat? Ach ja, ja toch. De regen wordt, het komt helemaal goed. Dus komt goed allemaal, ja, ja. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen tot straks maar weer. Het is gelukkig goed gekomen, dus ik kan vanavond nog een vlog in elkaar zetten. Ik had vandaag helemaal op een gegeven moment geen beeld meer. Dan enkel blauwe scherm met wat lettertjes en dingen erin. Waar ik geen weet van had. Ik werd gek. Maar in ieder geval, het is gelukt. Ja, eindelijk. Dat ik zeg tot straks. Doei doei. Ja, lieve vrienden, en mijn hondje die ligt daar zo lekker. En daar ligt ons prinsesje. En de andere meidje is naar buiten. En waar de rode is, I don't know. Ja, dat weet ik niet. Dat, ja, ik zal even nog een vlog in elkaar zetten. Zodat die naar YouTube kan. En dit was dan een indrukwekkende rotzondag. Ja. Geen internet gehad en het lag hem dus dit keer niet aan Ziggo, nee, aan mijn computer zelf. Die had kuren. Ja, en dan moet je maar erachter komen wat voor kuren. En helaas kan ik hem weer niet omdraaien naar mezelf, deze camera, mijn mobiel, want ik zit met het licht en dan word ik schreeuw en kipper. Ja, hé wijfie, ja nou. Ja hé, is lief en meis. Ja. Hé, meisje, ja. Ons prinsesje. Dat, ja, lieve vrienden, ik ga bij deze gelijk afsluiten. En ik wens jullie allemaal een genoeglijke nachtrust toe. Met Gods zegen. En morgen gezond weer op. En degene die werken, moeten werken ze. Voor degene die naar school nog moeten, leer ze. En een hele, hele fijne maandag gewenst allemaal. En tot aan de andere kant van de dag maar weer. Toedeledokies.